De Boekenhoek, de Boekenhoek, kom je bij ons in de Boekenhoek. De Boekenhoek, de Boekenhoek, met Emma en Herke in de Boekenhoek. De Boekenhoek, de Boekenhoek. Hallo allemaal, daar zijn we weer, Herke. Vandaag het boek... Emma van de Boekenhoek. Zo is het. En vandaag hebben we een heel speciaal boekje. Het is een boekje wat nog niet in de winkel is verschenen. En het is speciaal gemaakt voor Noah. En het is geschreven door de vader, Richard Lambertus, en Sabrine Strijbos, die heeft de tekeningetjes erbij gemaakt. Ja, en daar hebben we dus een, hoe heet dat eigenlijk ook alweer? Een primeur, dus daar komt hij dan. Ja, hoe heet het boekje? Het boekje heet Het Grote Avontuur van Veetje en Suus. Nou, laten we eens kijken dan. Het Grote Avontuur van Veetje en Suus. In het verre Azië, in een land dat India heet, staat een grote fabriek. Het is een hele bijzondere fabriek. Het is een knuffelfabriek. Hier worden elke dag nieuwe knuffelbeesten geboren. Telkens als er op aarde een dier ter wereld komt, wordt datzelfde dier geboren als knuffeltje in de knuffelfabriek. In het midden van de fabriek staat een enorme schatkist. Daarin liggen de mooiste en zachtste stoffen van de hele wereld. Ze hebben prachtige kleuren, zoals klaproosrood, goudgeel en hemelsblauw. Omdat deze stoffen heel bijzonder zijn, worden ze bewaakt door de stoffendraak. De stoffendraak weet exact wanneer er op aarde een nieuw diertje wordt geboren. Zo was er 1 minuut geleden een wit hondje geboren. De stoffendraak opende zijn schatkist. Hij aaide en voelde, kneep en streelde, knuffelde en troetelde, tot hij precies de juiste stof had gevonden voor een knuffelpuppy. Met een zachte, helder witte lap in zijn bek vloog de stoffendraak naar de knuffelmaker. De knuffelmaker is een soort magische kopieermachine voor stoffen. De stoffendraak stopte de kostbare stof in de knuffelmaker en drukte op de startknop. De machine begon te draaien en te ratelen. Even later floepte er allemaal stukjes stof uit de knuffelmaker. Floep, floep, floep. Konijnenkopjes en kattenkopjes, hondenpootjes en bokkenpootjes, varkenstaartjes en vossenstaartjes. De knuffelmaker had de zachte witte stof omgetoverd tot wel 1000 knuffelstukjes. Alle 1000 stukjes werden verdeeld over 100 naaisters. Die werkten lange dagen om alle stukjes aan elkaar te naaien. Ze stikten de kattenkopjes aan de kattenlijfjes, de varkenstaartjes aan de varkenslijfjes en de hondenpootjes aan de hondenlijfjes. De stoffendraak bekeek alle hondjes die van de witte stof gemaakt werden. Ha, daar was zijn puppy. Hij bracht het hondje naar een aardige Indiase mevrouw. Die naaide 2 prachtige donkere oogjes op haar snoet. Nu kon het hondje zien. Verbaasd keek het naar de 3 ogen van de mevrouw en streek vlug over haar snoet. 1, 2. Ze telde maar 2 ogen. Oh, jeetje, dacht ze geschrokken. De mevrouw is vergeten om een 3de oog erop te naaien. Het hondje keek in het rond. Ze zag rijen vol vrouwen achter tafels met naaimachines zitten. Ze leken heel hard aan het werk. Toch hoorde het hondje niets. Muisstil was het in de fabriek. Totdat de Indiase mevrouw 2 grote, donkerbruine oren aan haar koppie naaide. Auw! Auw! Wat een herrie is het hier! Het hondje jankte en ze sloeg haar pootjes voor haar oren. De naaimachines ratelden als een tractor die van een berg raast. Plots klaps trok iemand aan haar oren. Hoepla! Met een boog landde het hondje in een grote mand. Bovenop een hele berg andere hondenknuffels. Die hadden allemaal 2 ogen, net als het hondje. Oef, gelukkig,
zuchtte het hondje. Ik ben niet de enige die maar twee ogen heeft. De stoffe draak nam de mand in zijn bek en vloog ermee naar een kamer. Daar was het heerlijk rustig. Zo rustig dat het hondje een vreemd geluid hoorde. Het borrelde op uit haar buikje. Ze merkte nu pas hoeveel honger ze had. De buik van het hondje was zo plat als een dubbeltje. Gelukkig had de mevrouw met de drie ogen de buik van het hondje ook horen rommelen. Ze tilde haar liefdevol op en vulde haar buikje met korreltjes kristalwitte rijst. Het was nacht en muisstil in de fabriek. Of nee, toch niet. Sst, houd je adem eens in en spits je oren eens. Hoor je het? Trippel, trappel, trappel, trippel. Honderden muizenpootjes trippelden en trappelden over de fabrieksvloer. Gulzig knabbelden de muisjes alle overgebleven rijstkorreltjes van de grond. Oh, wat een feestmaal! Met een zwaai ging de deur van de stille kamer open. Snel schoten de muizen weg in hun holletjes. De stoffen draak vloog naar binnen. Hij had een mand met konijntjes in zijn bek. Die zette hij pal naast de mand met de hondjes neer. Het hondje keek naar de konijntjes in de andere mand. Eén konijn met hangoren en een roze snuitje in de vorm van een hart keek het hondje lang aan. Snel keek het hondje weg, maar haar ogen wilden telkens weer naar het konijntje kijken. En de ogen van het konijntje wilden telkens weer naar het witte hondje kijken. Iedere keer als ze elkaar in de ogen keken, kleurden hun wangen vuurrood en begonnen hun pootjes te trillen. Hondje en konijn werden stapel verliefd op elkaar. Maar hun geluk duurde niet lang. Een paar dagen later vloog de deur van de stille kamer weer open. Een lichtstraal viel op de mand met de witte hondjes. Met een ruk werd de mand uit de kamer getrokken. Konijn, riep het hondje, konijn! Hondje, riep het konijn, hondje! Boef! Met een klap viel de deur in het slot. Angstig en alleen bleven de konijntjes achter in het donker. Het hondje was radeloos. Oh, waar werd ze naartoe gebracht? En waar was het witte konijn gebleven? Samen met de andere hondjes werd ze in een grote doos gedaan. Een vrachtwagen kwam de hondjes ophalen en reed ze naar de haven. Daar werd de doos overgeladen op een vrachtschip dat de hondjes naar Engeland bracht. Met de bestelwagen werden de hondjes bij een winkel in Londen afgeleverd. De winkelmevrouw hing het hondje aan een rek. Verwachtingsvol keek het hondje in het rond. Er waren heel veel rekken, met heel veel knuffels. Ze zocht en zocht, maar een wit konijn met hangoren en een roze hartjesnuitje hing er niet tussen. Stilletjes rolde een traan over de wang van het hondje. Op een dag in april liep er een moeder met haar zoontje door de winkel. Mama, riep het jongetje, terwijl hij zijn moeder meetrok naar een rek met knuffels. Die is leuk, kijk! Enthousiast wees hij naar het hondje. Oh, die is super schattig, antwoordde zijn moeder. Die kopen we voor Noah. Noah? Het jongetje keek zijn moeder verbaasd aan. Wie is Noah? Oh, dat is het babytje van Marieke en Richard. Zijn dat de mensen die in Amsterdam wonen? Vroeg het jongetje. Ja. Die wonen in Amsterdam, antwoordde zijn moeder. Hé, hey, dat is de hoofdstad van Nederland. Ja, en wij wonen in Londen, zei het jongetje. En dat is de hoofdstad van Engeland. Er verscheen een grote glimlach op het gezicht van zijn moeder. Ze knikte. Toen liep ze naar de kassa. Thuis wikkelde het jongetje het hondje in een gekleurd papier. Zijn moeder deed er een mooie paarse strik omheen. Samen brachten ze het pakje naar het postkantoor. En voor het hondje het in de gaten had,
vloog het voor het eerst van haar leven in een vliegtuig. Een paar dagen later werd het pakje bezorgd op de kraamafdeling van het ziekenhuis. Daar lagen Marieke en Noah uit te rusten van de bevalling. Nieuwsgierig maakte Marieke het pakje open. Oh, wat een lief hondje, zei ze. Zullen we het Veetje noemen? Stelde Richard voor. Veetje? Marieke keek Richard verbaasd aan. Waarom? Oh, omdat Noah dit knuffeltje heeft gekregen van Elfie en Veet. Legde Richard uit. En Veet klinkt een beetje als vee. Vanaf die dag heet het hondje Veetje. Richard legde Veetje naast Noah in haar wieg. Veetje was heel blij dat ze zo'n lief bazinnetje had gekregen. Maar soms, als Noah vredig lag te slapen, huilde Veetjes hart. Dan miste ze het zachte witte konijn met het roze snuitje. Een paar dagen nadat Veet en Elfie Veetje kochten, liep Suus door Amsterdam. Suus had ook gehoord dat Noah was geboren en ze wilde een cadeautje voor haar kopen. Op de speelgoedafdeling zag Suus knuffels liggen in alle soorten en maten. Welke knuffel zou ze nou voor Noah kopen? Het witte konijntje met het roze snuitje hing al een aantal dagen in het rek op de speelgoedafdeling. Ondanks alle andere knuffels voelde ze zich vaak alleen. Dan droomde ze van het witte hondje dat ze nooit meer had gezien. Toen het konijn Suus aan zag komen, kreeg ze een idee. Ze zwaaide met haar doekje en riep, ja, ja, kies mij, kies mij. Maar terwijl ze ja, ja riep, schudde haar hoofdje, nee, nee. Dat had ze in India geleerd. Als mensen in India ja zeggen, schudden ze met hun hoofd. Het konijn raakte er helemaal van in de war. Een briesje wind streek langs de nek van Suus. Ze draaide zich om en keek recht in de smekende oogjes van konijn. Suus smolt en nam het konijnenknuffeltje mee naar de kassa. Plotseling werd het aardedonker. Konijn zag geen poot voor ogen. Hoef, hoef, wat gebeurt er? Snifte ze angstig. Ze wist niet dat de mevrouw van de winkel net prachtig papier om haar heen wikkelde. Suus betaalde en liep naar het metrostation. Ze wilde zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Naar Noah. Oh, hoe zou Noah eruit zien? Het liefst had Suus keihard door de gangen van het ziekenhuis gerend. Maar ze wist dat dat niet mocht. Toen ze eindelijk bij de kraamafdeling kwam, zag ze Noah liggen. Verliefd keek ze naar het kleine, pasgeboren mensje. Wat een mooi en lief meisje was Noah. Suus gaf het cadeautje voor Noah aan haar ouders. Noah was nog veel te klein om het zelf uit te pakken. Oh, wat een lief konijntje, zei Richard. Zullen we het Suus noemen? Stelde Marieke voor. Richard keek naar grote Suus. Die knikte. Vanaf die dag heet het konijntje Suus. Grote Suus gaf knuffel Suus aan Noah. Haar inimini vingertjes omklemden onmiddellijk het zachte knuffelkonijntje. Toen het bezoekuur voorbij was, werd Noah in haar wiegje gelegd. Binnen 3 tellen vielen haar oogjes dicht en dommelde ze in slaap. Aan haar linkerzij lag een schattige hondenknuffel. Richard gaf Noah een zoen op haar voorhoofd. Slaap lekker, lief meisje van me, fluisterde hij. Voorzichtig legde hij de konijnenknuffel aan Noah's rechterzij. De ogen van Veetje schoten van ongeloof bijna uit haar snoet. Droomde ze of was ze wakker? Was dat echt konijn aan de andere kant van Noah? Veetje tilde haar kopje op om het beter te kunnen zien. Een twinkeling verscheen in haar ogen. Daar lag haar zachte witte konijn met het roze snuitje in de vorm van een hart. Veetje en Suus konden hun geluk niet op. Ze waren bang geweest dat hun dromen nooit uit zouden komen. Maar door Noah was dat toch gebeurd. 'S Avonds, als Noah ligt te slapen, knuffelen Suus en Veetje elkaar wel 100 keer. Dan kroelen ze samen. En vertellen ze verhalen over hun tijd in de Indiase fabriek en over hun reizen met de
vrachtwagen, de boot, de bestelwagen, het vliegtuig en de metro. En niet te vergeten over de lekkere rijst. Nu, ruim 6 jaar later, zijn Veetje en Suus en Noah nog altijd bij elkaar. Ze zijn vriendjes voor het leven. Ja, Herke, net als wij. Wij zijn ook vriendjes voor het leven, toch? Wij zijn ook vriendjes voor het leven. En jij mag altijd bij mij blijven. En ik denk dat Suus en Veetje altijd bij Noah mogen blijven. Nou, ik vond het wel een heel lief verhaal, hoor. Ik ook. Ik hoop dat Noah er heel erg blij mee is. En alle andere kinderen ook. Hey, komen jullie weer de volgende keer in de Boekhoek? Doei doei allemaal, tot de volgende keer maar weer.